Hoi, mijn naam is Barbara den Bak en ik ben personal trainer. Ik snap dat je het lastig vindt om vaak naar de sportschool te gaan. En als je in de sportschool bent, dat je eigenlijk niet zo goed weet wat voor oefeningen je moet doen. Daarom heb ik een paar workout video's opgenomen met een paar hele simpele oefeningen die je thuis gewoon kan volgen. Het enige wat je nodig hebt is een bankje of een matje. That's it. Het is mijn missie om jou zo strak en fit mogelijk te krijgen zonder dat je hierbij naar de sportschool moet. Veel succes! In deze video laat ik je zien hoe je een plank doet. Een plank is een hele goede oefening voor je buikspieren. Het is wel een van de beste buikspieroefeningen die je kan doen, maar ook wel een beetje moeilijk. Dus zorg ervoor dat je hem heel langzaam opbouwt. Ik ga hem nu laten zien. Je doet het op de grond. Ik doe hem even zonder matje, maar het is misschien lekkerder om wel even een matje erbij te pakken. Je leunt op je onderarmen en die zet je kaarsrecht onder je schouders. En je houdt hierbij heel goed je buikspieren aangespannen, dus je trekt je navel in. Je ziet dat ik helemaal kaarsrecht in een plank blijf staan. Dus pittige oefening. Dus je merkt eigenlijk meteen al na een paar seconden dat je begint te trillen. Dit betekent dat je hem heel goed doet. En die hou je dan 30 seconden vast. Heel belangrijk hierbij is wel dat als je last krijgt van je onderrug, dat je stopt met deze oefening. Dat betekent eigenlijk dat je buikspieren nog niet goed sterk ontwikkeld zijn. Dus dat gaan we eerst helemaal opbouwen en daarna kan je hem langer volhouden. Probeer deze oefening 30 seconden lang vol te houden. En dat doe je 3 keer. Dus per keer heb je 3 keer 30 seconden plank. Best een pittige oefening ook wel. Hè? Dus als je 30 seconden te lang vindt, probeer het gewoon eerst 15 seconden te doen. Doe je 3 keer 15 seconden en bouw je hem daarna langzaam op. Probeer 3 keer per week deze oefening te doen. Heel veel succes. Super bedankt voor het kijken. En wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!